Concertkoor Sursum Corda is behoorlijk op dreef met de voorbereiding van het concert vrijdag 2 november in de Grote Kerk. Aan dirigent Erik Kottering de vraag wat de toehoorders vrijdag in de Grote Kerk kunnen verwachten. We voeren de symfonie nummer 2 compleet uit van Mendelssohn, het loopgezang, heeft hij als bijnaam. En daarvoor nog het Largo van Antonín Dvořák uit zijn 9e symfonie. En dat is een mooi langzaam deel waar het gaat om weemoed. Dvořák was toen nog in Amerika en wilde heel graag weer terug. En niet lang daarna is hij ook weer teruggegaan naar Tsjechië. Hij had heimwee naar Tsjechië. Heimwee naar Tsjechië. Dus dat hoor je dus in zijn tweede deel, het Largo uit de 9e symfonie. Dat is ook een stuk voor orkest solo. Daarna begint de symfonie met 3 delen waarbij de instrumentalisten eigenlijk Gods lof toespelen. En daarna koor en solisten die dan daar natuurlijk met woorden, met veel psalmen en veel hele mooie bijbelteksten, het werk compleet maken. Mendelssohn was romantisch. Hoogromantisch, ja zeker. Na Beethoven, die de romantiek als het ware inleidde, kwamen dus componisten als Wagner, Mendelssohn, Chopin. En dat zijn dus jong romantiek misschien, ja, maar toch ook alweer hoogromantisch, denk ik. De begeleiding is in handen van het Nederlands Begeleidersorkest. Dus, die is wel vaker in Almelo geweest, bijvoorbeeld met de Matthäus Passion. En er zijn 3 solisten. Joannette Zomer uit Wierden. Dat is denk ik toch een hele bekende voor deze streek in ieder geval. Maar ook in heel Nederland is zij heel, heel erg bekend. Alt hebben wij Eline Harbers. Die heeft ook al eerder bij ons gezongen. En tenor Marcel Rijans. Er is geen bas bij dit keer. 3 solisten, een sopraan, een tweede sopraan en een tenor. En het Nederlands Begeleidingsorkest. En het Nederlands Begeleidingsorkest. Die ook nog een gedeelte uit Dvořáks 9e symfonie speelt.